En van harte goedemorgen, welkom bij deze live uitzending vanuit Flora Bay. We staan hier voor heel wat standjes. De ondernemers hebben dus dan gebouwd hier. En ze zijn al jaren hier, heb ik me laten vertellen. Maar nu moeten ze ontruimen. En dat vinden ze zeker wel niet goed. Er zijn parlementariërs in de buurt. We zullen met de parlementariërs praten over dit geval. En hoe ze dus dan kijken tegen deze situatie aan. Want de ondernemers hebben aan de bel getrokken. En ze willen dus dan een oplossing hebben voor de situatie. Achter mij ziet u dus dan de standjes. Je zou bijna geen standjes kunnen zeggen. Maar het zijn dus dan Oké, onze verontschuldigingen voor het ongerief daarnet. We moesten even vanwege technische redenen uit beeld. Maar goed, we zijn er weer. Ja, u heeft dus dan de geluiden gehoord over de problemen hier. Ja, dat klopt. Ondernemers hebben mij gebeld en zeker ook vanuit de media vernomen dat de ondernemers die hier dus jarenlang als ondernemer bezig zijn geweest, dat ze dus dan binnen een maand moeten ontruimen. Ik hoop niet dat wat ik heb gehoord op waarheid berust, omdat ik dat heel ernstig vind en jammer vind als de autoriteiten van ons zo om moeten gaan met ondernemers. Het is ondernemers onvriendelijk. De mannen hebben heel veel geïnvesteerd en zoals ik het ook al eerder zei, u heeft het ook al gezegd, ze zijn jaren hier. Waarom moeten ze dus nu ontruimen? Ik begrijp inderdaad dat er regels zijn en dat je dus niet op een berm mag bouwen. Ik weet niet als iedereen beschikt over documenten. Maar als dat niet het geval is, denk ik dat het de taak van de overheid is om de mensen juist te stimuleren om hun zaken in orde te maken. En waar ze een beetje fout zijn geweest, met ze communiceren. Ik kan me voorstellen dat je zegt van luister, nou, misschien is je bouwsel een beetje te ver op straat. Kan je een beetje inkorten, rekening houden met verkeerssituaties. Maar niet dat je gaat zeggen van de mensen moeten ontruimen. Want als je dus die lijn trekt, moet je die lijn trekken voor ieder. Want ik ga u zeggen, er zijn zoveel mensen die gebouwd hebben op bermen. Ja. En waarbij de verkeerssituatie eigenlijk lastig is, maar er wordt daar niet opgetreden. Waarom wordt er opgetreden? Waarom wordt er selectief opgetreden? Dan moet het zo zijn dat men die lijn moet doortrekken voor ieder. Ja, ik bedoel, mensen hebben toch ook dicht bij het vliegveld gebouwd. Is ook op een berm. Ja, ik bedoel, het kan niet dat je dus dan daar gebouwd hebt, maar het zijn gronden die zijn uitgegeven.
En het zijn autoriteiten die zich daaraan schuldig hebben gemaakt om die mensen dus die toestemming te geven. Dan zeg ik, als mensen geen toestemming hebben, communiceer met de mensen, praat met de mensen en kijk hoe je die mensen tegemoet kan komen. Alleen zo kun je in elk geval ontwikkeling brengen in ons land. Alleen zo kun je die ondernemers stimuleren om verder te gaan. Want wat doe je met die ondernemers wanneer ze zeggen, ze moeten dus ontruimen? Heb je een andere mogelijkheid voor ze om een inkomen te komen? Nee. Ja, denk aan dat soort dingen. Wanneer je beleid maakt, moet je in elk geval denken aan een aantal aspecten. Wanneer ik ga optreden, handhaving ga toepassen binnen mijn beleid, moet ik de mensen een ander alternatief bieden. Ik heb me ook zeer ernstig gestoord aan het feit dat de mensen die langs de markt bezig zijn hun waar te verkopen buiten de markt, dat ze op de een of andere dag worden gezegd van nee, jullie moeten weg vandaar. Ja, ja. Ja, ik bedoel, probeer te creëren een andere mogelijkheid en leg de mensen ook. Weet u, ik hou van het ding dat men noemt communiceren. Als je communiceert bereik je veel meer dan wanneer je gewoon komt en de mensen verrast dat ze weg moeten gaan. Weet u hoeveel van die ondernemers in elk geval een gezin thuis hebben die ze waar ze brood op tafel moeten leggen? Hoe ga je dan verder daarmee om? Dan ga je dan nu zeggen van die criminaliteit gaat stijgen. Want de mensen moeten toch wat brood op tafel leggen. Probeer een beleid te creëren waarbij je een balans ziet te vinden en waarbij dus criminaliteit in elk geval de kop wordt ingedrukt doordat je goed beleid maakt. Dat is hem. Ja, ja. Maar wat voor last ondervindt de overheid bij deze? Want je gaat niet zomaar zeggen jullie moeten ontruimen. Er zal een probleem zijn. Ik woon op een steenworp afstand van hier. Ik ben hierop gegroeid in Flora A en geloof me, Flora A en Flora B zijn buren van elkaar. Ieder kent de ieder. Ik heb vaker hier langs gereden. Ik heb hier zelfs ook gespeeld toen ik jongeman was. Want toen was mijn ouderlijke woning eigenlijk bijna 100 meter, 200 meter verwijderd van hier. En ik ga u zeggen, wij hebben hier nooit last van ondervonden. Ja, ik bedoel, als de buurt zelf zegt dat ze er geen last van hebben ondervonden, zeg ik oké, goed, de autoriteiten kunnen gelijk hebben als ze zeggen goed, de regels zijn daar. Maar nogmaals, het gaat om het communiceren. Ik zie er geen problemen als zodanig mee. Het enige wat men bij wijze van spreken zou kunnen zeggen is, als u zo ver te ver hebt gebouwd richting de straatkant, het trottoir, probeer dan een stukje even in te korten. Regel, zet uw papieren in orde, maak het in orde, zodat je in elk geval verder kan gaan. En het zijn juist ondernemers waar je toch wel wat inkomen als staat zou kunnen vinden. Ja, ja. Ja, ik bedoel, praat met ze en zeg ze van, je gaat dan een extra belasting moeten betalen op maandbasis of op jaarbasis, omdat je dus op een berm hebt gebouwd. Ik ga u zeggen, gelooft u mij, ik was ook in de districtsraad en men had toen bermen uitgegeven. En op een gegeven ogenblik verdiende het commissariaat wat aan en plotseling heeft men het opgeschort. Natuurlijk, omdat men dus ook niet wilde stimuleren. Heeft men dus regels gesteld. En ik denk dat men dat soort zaken moet doen. En mensen die al eenmaal gebouwd hebben, gewoon kijken van hoe ze binnen de perken kunnen vallen. En dan direct er een lijn trekken en zeggen van, in geval mensen die toch wel weer op een berm willen bouwen, dat je dan zegt, nee, dat gaan we dan niet doen. Ja, ja? Ik bedoel, dat gaan we dus niet ongecontroleerd en ongestoord door laten gaan. Daar zullen jullie dus een lijn voor moeten trekken. Maar met name de mensen die zoveel miljoenen hebben geïnvesteerd, no, sorry, dat is geen goed beleid. Maar wat voor advies geeft u aan de ondernemers? Want ze hebben al die brief gehad. Wat zegt u aan ze? Ze moeten de komende dagen even afwachten en kijken wat er zal moeten gebeuren. Als het aan mij ligt, moeten ze inderdaad ook een brief sturen naar de autoriteiten, aangeven hoeveel miljoenen ze hebben geïnvesteerd. En als dit ondernemersvriendelijk beleid is, nee. In elk geval zeg ik dat is geen ondernemersvriendelijk beleid. Dus ze moeten inderdaad zich gaan verenigen en met de autoriteiten die in elk geval gezegd hebben van ze moeten ontruimen, gaan communiceren, gaan praten en ze echt voor de feiten, met de feiten op de neus drukken, zeggen van kijk hier, wat ga ik doen als ik ontruim? Ja, dus ik denk dat het belangrijk is dat ze zich gaan bundelen, een hechte eenheid moeten vormen en dan met de autoriteiten gaan moeten praten. Als het aan mij ligt, moeten ze misschien alvast een brief sturen naar de autoriteiten met daarin een aantal argumenten. Gaat u dit ook aankaarten in het parlement als het moet? Ja, en zeker als het heter wordt, ga ik het in het parlement moeten aankaarten. Op dit moment denk ik dat ik nog even kijk hoe en wat, maar wanneer ik zie dat men inderdaad overgaat tot zeg, je moet ontruimen binnen een maand, en dat doe je ook niet binnen een maand. Laten we even elkaar niet verder. Een grote investering. Zo'n grote investering. Ja, heb je de ondernemers aangeboden een perceel? Zeg, als je hebt ontruimd, mag je dan op het perceel gaan bouwen? Dat zou toch iets moois zijn, maar dat is niet gebeurd. Maar goed, laten we kijken wat de komende dagen zal gebeuren. Ik hoop in elk geval van harte dat de overheid zegt van we gaan communiceren en we komen tot een vergelijkbare, een mooi
plan waarbij dus dan de ondernemers niet hoeven te ontruimen. We blijven het volgen, dankjewel. Dankjewel. Yes, en zo hebben wij gesproken met parlementariër Plein. Dat is de Ivanildo Plein van de NPS. Die dus dan duidelijke taal heeft gesproken wanneer het gaat om de ondernemers hier. Moeten ze ontruimen of niet? En hij heeft zijn zaak duidelijk gemaakt. Maar goed, we zijn nog hier. Ik denk dat ik andere parlementariërs heb gezien. Ik zag meneer... hoe heet hij? Ik zag meneer Sampi hier. Hij is parlementariër van ABOP. Misschien kunnen wij hem even spreken. En hem dus dan vragen hoe het zit bij hem. Ja, dan kunnen we hem ook dus dan vragen hoe hij dus dan kijkt tegen de situatie aan. Meneer Sampi. U was even bij een ondernemer hier? Ja, dus ik ben hier bij meneer Panza. Uh-huh. Hij houdt zich bezig met zeg maar alternatief geneeskunde. Uh-huh. Dus eigenlijk staat dat er een man Dressi. Dat is die zit ik abra. Ja, nou een heel belangrijk zijn in Suriname. Omdat we leven in een multiculturele samenleving. Eigenlijk, ik kan alle typische voor grond dat je vindt in Suriname. Ja, dus we moeten gebruik maken hiervan. Een heel belangrijke optie. Ja, maar ze moeten nu ontruimen. Binnen een maand moeten ze gaan, moeten ze weggaan van hier. Dat is ons gezegd. Hoe kijk je tegenaan? Kijk, ik heb met een aantal van die ondernemers gesproken. Ik ben vanmorgen vroeg hier. En ja, dus ik heb gevraagd naar een bewijs, een duidelijk bewijs, waar ik kan lezen. Dat die mannen brief hebben gehad van OW of DC of wie dan ook, dat ze moeten verhuizen. Maar dat heb ik nog niet gehad. Misschien krijg ik het later voordat ik wegga. Okay. Maar dat heb ik nog niet gehad. Schrijven ze wel over die brief? Ik geloof van niet. Ik geloof dat het meer mofokranti is. Okay. Maar trouwens, het is ons werk als volksvertegenwoordiger. Dat even hier was aan in de media, even hier was aan dat de buurt is Mandaki, vooral deze mannen van de berm dat ze iets hebben gezegd, dan is het jouw werk om te gaan onderzoeken. Ja, inderdaad. Dus ik ben hier als onderdeel van mijn onderzoek om te komen achter de juiste informatie. En ik heb de informatie gehad van die mannen. Wat ik ga doen, ik ga de DC van, ik ga DC Bola bellen, want ik geloof dat hier valt onder DC Bola. Ik heb een brief gezien waar hij toestemming heeft getekend voor een van die ondernemers. Waar hij maandelijks iets moet betalen. Dus ik geloof dat hier valt onder hem. Ik ga hem bellen eerst. Daarna ga ik OW bellen. Zodat ze mij die informatie kunnen geven. Als dit klopt of het niet klopt. En als het klopt, dan trouwens, ik ben een man van action. Ik geloof niet dat ons beleid, het beleid van de overheid, erop gericht moet zijn om mensen te duperen. Ja, het beleid, het Surinaamse beleid, mm-hmm. moet gestoeld zijn op de twee Surinaamse principes, respecti en nanga maniri. Ja. Ja, en if op een of andere dag je gidema wan briefje tak binnen wan moet verhuizen, dat is niet gestoeld op de Surinaamse principe maniri nanga respecti. Dan heb je geen manieren, dan heb je geen respect. Voor de mensen hier, je hebt geen respect voor de gezinnen die hier iets verdienen om voor hun gezin te zorgen. Dus dat moet het niet zijn. Dus daarom ga ik later in het parlement de vraag stellen, duidelijke vraag stellen aan de minister van OW als hij komt. Ga ik die vraag stellen, maar als hij niet komt, ga ik eisen dat hij gelijk komt naar het parlement om antwoord daar te geven in het hoogste college van staat. Zodat deze mensen gerust kunnen zijn. Want een heer, ik denk Brusino, zijn onderneming staat al 36 jaar hier. En regering ego, regering ekong, maar nooit de man weer in mijn idee dat je moet verhuizen. Ja, al kijk, als je andere beleid hebt, of je dat hier moet mooi verfraaid worden, het toeristisch beeld van hier moet anders, ja, alle de brokken staan hier moest moppen, dat is iets anders. Ja, maar om op een of andere dag te bepalen dat die mannen moeten verhuizen, dat is niet gezond voor Suriname, maar dat is ook niet gezond voor die gezinnen
die iets hier verdienen. Het is ook niet een zoon van meneer Paza, die hier heel goede werk verrekt. Ja, Sandatra, Pedatra die Abra, dat de noma adressie. Dat meneer Paza adressie. Hij heeft me net een hele. Misschien kan je straks naar binnen gaan om het werk van meneer Paza te checken wat hij doet. Ja, nou, boemstaan en in maar kapoede, maar die is zomaar. In plaats van Gidema ondersteuning, dat die kan gaan door. Dan gaan we ook aan de maai doen. Ja, want over bermen gesproken, bouwen op bermen, hebben we dat niet alleen hier in Flora Bay, maar om precies zelf in Noord hebben dat mensen op bermen hebben gebouwd. Dus dat wil zeggen dat alle de transport moest goed doen? Kijk, ik heb een interview van de minister van OW gevolgd, dat wij, dat de overheid het bouwen op bermen moet gaan ontmoedigen. Dat is heel goed, een mooie strategie, omdat de wet dat niet toelaat. Ja. Ja, toch? Maar de mensen die er al staan, ik bedoel de mensen die iets duurzaams hebben gebouwd en die toestemming hebben gehad van de overheid toen, ja, ik denk dat je met een andere bril, dit is heel iets anders dan Magenta Kanaal, ja. Waar zoveel mensen langs de berm staan, hun viswaren verkopen, groenten verkopen. Dit is hier, mensen hebben duizenden SRD's. Je kan zeggen, zelfs miljoenen als je kijkt naar de investering die de mannen voor jaren, 36 jaar lang hier hebben gepleegd. Dat gaat om miljoenen SRD. En je kan niet op een of andere dag komen dat de mensen hier weg moeten. Als je vanuit dit punt gaat werken, dat je vanaf 31 augustus alle mensen die daarna bouwen op bermen terstond gaat verwijderen, dat is iets anders. Ja. Ja, maar de mensen die al jaren staan, de mensen die al iets hier hebben gevestigd, in de toekomst al hier hebben gevestigd. Ik denk dat je met een andere bril moet kijken naar deze zaak. Deze mensen weghalen van hier ziet u dus dan niet zitten? Ik geloof niet dat de minister zo ver zal gaan om de mensen hier op de berm van Flora te verwijderen. Anders gaat hij hebben met, te maken hebben met mij. En je weet, ik ben een man van actie. Ik ga het niet zo laten. Ja. Ja, trouwens, je kan het ook horen aan de mannen. Dat de mannen het ook niet zo zullen laten. Ja. Mocht het zijn dat het zo is dat ze zich moeten verwijderen. Ja. En je weet, we gaan direct in de verkiezingen. Dus de minister moet stapzaai doen. Dat ABOB niet alle stemmen hier haalt. Maar we gaan ervoor. Veel succes, parlementariër. Dank u wel. Misschien kunt u ook binnenkomen. De minister heeft dat nog niet aangegeven. Ja, dus dat hebben we gedaan. Ik weet niet als we binnen moeten gaan, want ze... Dingen is daar toch? Ik weet niet, maar laten we even kijken wat deze onderneming allemaal inhoudt. We zijn in het gebouw van Pamsa. En we gaan dus dan... Meneer Pamsa, we zijn live nu. Ik ga. We zijn live. En meer, dat komt op, of ja? Oké, wel, dat is true. Ik ben hier volontair, maar ik kies een briefje persoonlijk voor mijn eigenaar. Ik kies een briefje persoonlijk voor mijn eigenaar. Ja. Dat komt ons weer 31. 31 januari? 31 januari komt ons weer voor jou. Maar ik heb pers met hier het land hier. Om voor ons want de man ruim alles aan je op. En moro fara ekenar no kona unete wanta man di migo nama man ta imta mi kango mi ka oroko ta deodoro da woyere moro fara sa upsa. If I'm deso, faishing. Mano bu da pe amo po tu no pe ogo. Wanda in gi wan spele fun fe no antrapresi. E mi no fe na antrapresi da famo gue. Wan oktober amano tek mon moro ade trawang. Mami 5 November. Des December na Januari. Demoni dat amano tek maf November aman tek ami. Des mikis tu mun spelen enkele want dat de traman na dreamen. Ja. Des efu mu gue no no. Da afolanti lu kosa de maudu. Want if overheid abi so furo ro koma mino mi oruk ba mino fe no ro ko alanti me du ambu ro ko mino makoro ko. En amoni sa mai es fu pai. Ef amo amoro moni u kampai aman. Mino sa fama alanti ri kale. Ja, kuno mak bouta berem en de fandis bouta de Berma. Ja, maar is hier van politiek Suriname dit, hoor. A politiek Suriname, dat is het rare keren begin de man, de man bouw. Dat is hier kom. Dat de man zet van beleid, dat oké, okay, luk ik bepaalde zand, no zet boem ik, de man zet assisteem.
Even een pijbelasting, een pijbelasting. Even de man zit daar, oké, je doet een bureau, je kan kiezen, een pres, een pres, je kan kiezen, een pisse grond, je kan doen. Dat land is leuk. Dus dat compensatie moest komen? Ja, allemaal pijbelasting, toch een eis, maar man, de pij, eis, wat is er even pij. Mi edu alternatief enkele klanten no mak tek wet money na mi om dat klanten no meka wet. Yeah. If de bo am belasting de mabo me kwa wet fu alternatief da de mabo luku sumana na suma bung. Wan sa me edu ja asset ref ne de. Yeah. You fall lam me hori opo wakagwe. Im cha minister folks ena kosantait kong me kama ko luku sa me edu da me kama sref bopal. Dat me kama luko de fysiotherapie. Maar hier is dat de man doet onderzoek over zou we doen, dus dat hij... Wel, maar de man kon doen onderzoek, want de traman be doen onderzoek. En de man keur me goed. Maar de man, dit is dom, tangan ono, si no maite nat, voor de tesu is mene sampi. Is al mijn familie mene sampi di midresi, di no bewaka. Tile srefen srefi la fuja. Mi denk of de man dape nama, opa srefi. Des da. Luko afelem dape. Dus we vinden erg dat je... We kiezen brieven dat ik moet poja. Mij nog kiezen flanti, mij kiezen mij eigen adeskande die amaiere flanti tak. Flanti tak om de duwan sani. Daar man begin ik om brieven des dan. Automatisch amaleti. Ja. Des nou na flanti moet ik ook zade odugunu ere. Want een van de man te muyang. Des hem kon daar ook nog maar bij alleisi. Daar mij denk dat ik mij nog furu. Maar één minuut, na pata poko fuskoot kies me des lanti, mogo skoro ka lanti. Checkatori, dankjewel. Oké. Okay. Mooi, en zo hebben we gesproken met de ondernemer Pamsa, die dus dan alternatief geneeskunde, of vijwakarasa die amai doe, sadatra do madu, en edu, zegt hij hier aan ons. Maar goed, we blijven het volgen. Dankjewel voor het willen kijken naar deze live uitzending vanuit Flora B, waar de ondernemers dus dan niet te spreken zijn over het feit dat ze dus dan van hier moeten gaan, want ze hebben gebouwd op de bermen en OW wilt ontruimen. We blijven het volgen. We hopen dat er een oplossing komt in deze situatie. Gerald Harderwijk is de naam. Roberto Ormskerk is de cameraman. Tot zo.